5, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
voorste voet kracht blijven zetten. Dan denk ik eigenlijk heel mooi. Gelijk mijn achterste voet. Ja, dan niet meer kan zien. Iets. Niet. Oh.
Maar het is wel een beetje. Maar ik denk, goed, niet zo. Maar ik wil het maar steeds alleen maar raden. Dat is het. Zeker voor de zijn van de
Shinto, for all of us.
Ja. Ja, goed. Thank you.
snel bewegen, maar rustig en iets sneller dan het andere. Nogmaals naar de tijd van gedraaid, gewoon rustig. Houd die hand vast. Niet zo op jezelf. Snel draaien van die ander en op de laatste kom je hieruit. Thank you.
verschillende manieren van vastpakken. Dus één is, je pakt vast met key. En met key kan je nog best wel wat bewegen, zeg maar. Tweede ga je al echt stevig vastpakken. En nog steeds zit je nog wel wat ruimte om die techniek te doen. En de andere gaat er dan eigenlijk voor zorgen dat je ook je techniek niet meer kan doen. Dus je zet zoveel kracht. Ja, dit. Daar kan ik gewoon niks meer mee. Dus wat je nu gaat doen, nou die kracht erin. Wat mij opviel van wat Wil zei, is van dat je gaat voelen van waar ontstaat het contact met die ander, zeg maar. Je bent aan het bewegen, ga niet echt tegen hem in. Kijk vanuit je centrum. Oh nee, dat ze nog hier naar je toe houden, dus je houdt hem naar me toe. Vanuit hier ga je kijken. Het maakt niet eens uit wat voor vorm het is, maar waar zit zeg maar die ruimte om je handen te werken. En mijn eerste ervaring was, eigenlijk wat ik voorheen altijd voelde, eerst eens naar je toe houden. Wat ik voelde was, ik bewoog altijd wel, dan ben ik toch nog erin te drukken, maar dat kan gewoon niet. Wijs uit, contact, en kijk dan wat er gebeurt. Je voelt al wat er gebeurt. En vanuit hier ontstaat zeg maar een mogelijkheid om iets te doen. Hè. Dus ik ben niet meer tegen jou aan het werken, maar door het van zo'n, ik zoek echt zo'n contact met jou. En door draag je iets ontstaat. En dan gaf ze het voorbeeld van, misschien hebben jullie het wel eens gezien, dat met Tohei, dan komen wat Europeanen of Amerikanen, op een videoploeg en dan nodig is een hele grote gast uit. Die zegt, ja, het zal allemaal wel. Dus die gaat zo zitten en die houdt hem met zo'n vast op. En dan zie je hem geen technieken meer maken, toch? Hij is heel altijd daarover. Dus, ja. Het is gewoon aan het spelen, zeg maar. Verbinding, dan kijken wat er ontstaat. En vanuit daar, we zien maar gewoon hoe op alle kanten op aan moet werken. Maar dat trek je niet meer met je techniek. En als het wel lukt, moet je het maar eens met Ferry doen. Nog een keer. Ja, dus je hebt verschillende manieren. Als het dan niet allemaal zo sterk is, kan ik nog steeds een techniek inzetten. Dit is een techniek. Ik breek zijn lijn, ik breng het omhoog, hier erbij, dat is allemaal techniek. Maar hou je goed vast, dat ik gewoon dat niet meer kan doen. Yes. Ik ga niet meer naar voren, ik hou het naar me toe, ik zoek het op. Dan ga ik kijken, waar zit de beweging? Hoe ontstaat de beweging? Hier zit al iets. Dat zie ik niet, zeg ik. Snel. Maar het zou niks uit hoeven te maken, als jij je techniek heel goed uitvoert, dan kan de ander toch niet. Ligt eraan zijn kracht en hoe goed je techniek is en sterk genoeg is. Als je hele goede techniek hebt en de ander is niet sterk genoeg, dat zou kunnen. Zoals in het filmpje die gozer zegt, ja, twee Ferries gaan door bro. Dus ja, als die gewoon echt alles inzet, haal het echt naar zich toe, dus wat doe je? Je haalt het naar je toe. Dan ga je kijken waar die beweging ontstaat, zeg maar. Niet hierin. Die as wat we in het begin ook gebruiken. En dan ga je kijken naar die as, dan ontstaat er wel iets. Dan zit je in een soort dialoog en dan voel je wel van nee, daar kan het niet. Ja, dat betekent ook, ik ga mee resoneren. En dan zit ik, ga mee naar een aandacht, ik vul je naar mij toe. En dat komt ook precies bij je kracht, die is je ook al. Dat is natuurlijk ook een spelletje, denk ik al. Want op het moment dat jij het gaat proberen, is die ander al. Probeer het maar. Probeer goed tegen te houden, die ander echt die ervaring aan.
Ziet hij wel uit. Ik weet dat hij het doet, maar dan zei hij misschien. Ja, maar zoek je achter jezelf. Ik heb een daken, een pakje. Ja, maar je vraagt hier voor gaan. Ja, nog lastig. Ja, dat is wel lastig.
Zijn we klaar? Ja. Oh? Ja. Ja, oké. Ik ben klaar. Ik ga de hele video. Ja. Ik ben helemaal klaar. Ik moet nu even een kopje doen. Ik moet de video niet zelf. Ja, als je ballet hebt geleden. Ja, heb je wel de ervaring net van... Ja, ja, ik vond het punt waar het zat. Alleen waar ik dan nu van was, ik eigenlijk al een kleine rest van jou. Dat ze even zeiden, ik voelde al wat, dat ging ik zelf. Dus dat duurde. En dan, ja, het is even maar gewoon mijn stukje mee te trekken. Nu hoor ik het ook nog. Dan heb je dan iets terug gegrepen. Zo, ja, ik heb het moeilijk dan. Ja, ja. Ja. Dus op een bepaald moment werd je ook meer gespannen dan niet. Ja. En dan in de schoonste. Zat je echt een beetje in de fighting modus? Ja. En dan ik had het wel goed vast, goed tegen vast. Maar hij liet het enorm toe door. Dat je echt helemaal vast is, zeg, waardoor je niet de vrijheid had om goed te voelen. Maar dan moet dat echt niet. Wat ging er weer? Ik ga mijn centrum erbij. Ik ga
kan mijn centrum echt de beweging houden erbij. Ja, ja. Dat scheelt enorm, als ik mijn centrum dan niet erbij hou, vermoeien we. Nee, dan heb ik geen centrum, ben ik gewoon zwak, zeg maar. Dat is het idee. Nou, nog een keertje. Dat is maar van het begin. Volgende keer pak ik weer kleiner en ik zeg wel sterker. En dan met centrum eruit, boem, ik hou ook centrum en dan ga ik bewegen. Het is wel een beetje vochtig zonder dat makkelijk bij jou te doen, zodat ik sterker ben.